De meeste mensen verklaren je voor gek. Ik ga naar Noorwegen toe, 3 dagen lang oude voertuigen uit elkaar halen. En ik verzamel die onderdelen op 1 grote bult. En die worden met een vrachtwagen hier naar Nederland toe getransporteerd. En ik heb hier buiten heb ik een berg met oud ijzer liggen. Ja, een ander ziet het als oud ijzer. Ik zie dat als pure investering in mijn passie voor die voertuigen. Want die onderdelen, die heb ik vroeger later een keer nodig. Ik begon met mijn vader. Mijn vader die mij een brommertje gaf toen ik 14 was. En zei van, kom, heb je wat te sleutelen? En dat ding liep natuurlijk helemaal niet. Dus ja, goed, die gaan we met elkaar halen. En mijn vader leerde mij van hoe dat in elkaar zat. En ja, op een gegeven moment krijg je nog een lol erin dat dat gewoon door jouw handen weer gemaakt is. Ja, en dan staan er op een gegeven moment 30, misschien wel 40 brommetjes. En dan heb je ook nog een keer die grote voertuigen hier in de werkplaats staan. Ja, dan wordt die verzameling groter en groter en groter. Maar ja, ze zeggen ook wel eens, hoe groot die plek ook is, vroeg of laat, hij komt een keer vol. Je vindt elke keer bij een handelaar een bepaald ding, een onderdeel. Maar het maakt totaal niet af, want je hebt nog veel meer nodig. En dat is dat zoeken. Zoeken naar dat ene dingetje wat je al jaren op je verlanglijst hebt staan. Ik wil dingen die ik kan aanpakken en die wil ik gewoon zelf aanpakken. Ik wil het niet overlaten aan een ander. Tuurlijk, anderen heb je nodig voor ondersteuning en goede raad en advies. Maar ik wil het zelf kunnen maken. En ik wil niet afhankelijk zijn van een handelaar van onderdelen die het niet heeft liggen. Ik wil gewoon kunnen werken en kunnen zeggen van ik heb het liggen, ik kan het pakken en ik kan door. Heeft dat te maken met goede onderdelen kopen? Ja, ten dele wel. Nieuwe stok is gewoon wat origineel gemaakt is door de fabrikant van het voertuig. Hè. Dat heeft in schappen gelegen bij een dealer, bij een handelaar. Het is dan weliswaar 30, 40 jaar oud, maar het onderdeel is nog mooi. Dat is nog goed. En dan haal je eruit. Ja, dat is super. Dat is zo'n kick geeft dat. En dan mag jij het gebruiken. Ja, niks mooier dan dat. Ik vind het heel belangrijk dat je gewoon dat je een hobby hebt, niet in een achteraf schuurtje. En waar niemand bij kan en donker afgelegen. Nee, ik vind het leuk om mijn werkplaats open te stellen voor vrienden van mij, goede vrienden van mij. Uiteindelijk gaat het gewoon om samen gewoon iets behouden. Je behoudt ook iets. Het is ook een stukje geschiedenis wat ik bezit. Dat is waar ik voor leef. En als ik mijn zoon mag opvoeden met datgene wat ik in mijn hoofd heb, zoals ik dat zou willen. En dan hoeft echt niet alles uit te komen. Maar passie voor die voertuigen, die ik van mijn vader heb gekregen. Ik hoop die ooit een keer aan mijn zoon over te kunnen dragen. Dat hoop ik echt. Waar eindigt de passie en waar begint de obsessie? Ik denk dat ik die grens niet ken. Misschien dat er een geldfactor speelt die je op een gegeven moment zegt van nou, dit ga ik niet betalen. Zo gek. Die limiet ligt heel, heel hoog. Alles wat hier binnen staat, heeft gewoon waarde. Heeft gewoon kracht en emotie. De macht van het hebben is ook heel groot. Daar ga je in door totdat je gewoon geen ruimte meer hebt of geen budget meer hebt. En dan stopt er op een gegeven moment. Of dat je zelf niet kan. En nogmaals, de beste raad is voorraad. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Zo goed. Gewoon, ja. Als je het kan doen, moet je het doen.